Het is 20 juni 2024. Welkom in Podcast. Ik ben Rieke Brouwer. Dit is de derde keer dat ik deze opname start. Want ik zit de hele tijd te klooien met mijn kaarsje en mijn snelkoppelingen. Maar dit is een gesprek met Wesley Feit over vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. En privacy. Ja, je bent nog niet in beeld. Want eerst moet ik kaarsje aan. Oh ja. Dit is Big Brother. Van bovenaf, hè? Van bovenaf, hè? Ja. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Totdat ik... En dit denk ik als mijn manco. Man niet over na, kennelijk. Maar ja, als je een décolleté hebt, dan is deze camera echt helemaal verkeerd. Zo, Wesley. Kijk. Ja, nou staat het er goed. Dat heb Top. Ik net zitten verklooien. Leuk dat je er bent. Ja? Ja. Leuk het is, hè? Bedankt voor de uitnodiging. Kijk nou, maar weg. Jij filmt ook met OBS, zei je net. Ja, klopt inderdaad. Ja, open source, hè? Dus, open source, ja. Zo is dat. Daar gaan we het ook over hebben. Nou, mijn introductie zoals ik dat heb voorbereid op dit gesprek met jou. In 2016 en 2017 voerde ik een campagne met de Piratenpartij. Onder andere op het punt van privacy. In 2018 deed ik campagne voor tegen de sleepnetwet. Ingevoerd onder Dick Schoof destijds. In dit gesprek zal ik misschien vertellen waarom ik deed wat ik deed. Maar ik wil vooral weten wie jij bent en wat jij doet. En we spraken elkaar eerder over een interview. En ja, ik hield dat een beetje af. Omdat ik zelf als IT'er, dat was me eerder na. Ik wilde zelf een Google Pixel privacy telefoon bouwen. Fantastisch. Ja, wat jij ook doet. En dat wil ik van je horen. Ja. Maar dan weet ik in ieder geval hoe dat gaat. Ja. Dat weet ik niet. Nu. Dus nu heb ik je uitgenodigd, want mijn telefoon doet het. Ik Leuk. Ben ervaringsdeskundige. Oké, Wesley, welkom. Als jij jezelf introduceert, hoe zou jij dat doen? Wat is je achtergrond? Wie ben jij? Ik heb een achtergrond in de online marketing. Hè? Dus al die grote techbedrijven die zijn eigenlijk langs commerciële weg, hebben die heel veel macht en rijkdom vergaard. Dus het overgrote deel van de inkomsten van Google komt uit advertenties. Hè? Dus ze hebben eerst alle mensen op allerlei verschillende wijzen door hele gebruiksvriendelijke, geweldige tools hebben ze daar naartoe gelokt. En uiteindelijk zijn ze vanuit daar die mensen advertenties gaan verkopen. En dat begon natuurlijk al bij de Google Search Engine. Hè? Dus als online marketeer ben jij eigenlijk constant bezig om mensen die zoeken op bepaalde queries, om die te matchen aan dingen die bedrijven aanbieden. Hè? Dus dat is eigenlijk online marketing. En eigenlijk sinds de opkomst van het internet is online marketing niet meer weg te denken. Maar ik ben wel in de coronatijd, begin van de coronatijd, heel kritisch geworden op die datavergaring en de macht van big tech bedrijven. Tot op een punt waar, ik had prima ergens een baan kunnen vinden, maar ik had er gewoon geen trek meer in om dat nog te gaan doen. Oh, je geweten gewoon. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik was... Wat maakte dan in die coronatijd dat je zegt, het is gewoon vies, het is besmet dat werk? Nou ja, het begon met, ik was altijd al redelijk maatschappelijk kritisch, hè, op de politiek, op het banksysteem. We hadden het net even over bitcoin, ik kocht ook bitcoin op 400 euro, ja, dat was nog iets vroeger geloof ik. Dus ik was al heel erg maatschappelijk kritisch op verschillende punten. Maar ik kon al heel veel dingen. Ik zou nooit bij een bank kunnen werken bijvoorbeeld. Ik heb 5 jaar bij ING gewerkt. Oh, lekker. Dat zou je nu ook niet meer doen waarschijnlijk. Nee, ik ben weggegaan vooral omdat ik werkte bij wholesale heet dat. Dat is het onderdeel wat diensten verkoopt aan bedrijven. Dus niet consumentendingen. En dan bij het deel dat clearing doet. Clearing is natuurlijk overdag verhandel je aandelen en opties. Je hebt misschien ook wel opties of aandelen ergens in. Maar pas 's nachts wordt dat echt verwerkt met een bank die daar garant voor staat. Dat proces heet clearing. En daar hebben ze een clearinghuis voor. Alle miljarden gaan elke dag door zo'n clearinghuis heen. Nou, 's nachts. Ik deed daar een deel van de ICT. Okay. En ik ging weg. En besloot nooit meer bij een bank te gaan werken. Omdat ik alleen maar hard werk. Zodat andere mensen geld kunnen verdienen met opties en aandelen speculeren. Ja, en wat vroeg je nou? Ga ik dan zo? Wereld, ja, precies. Ja, wat voor bijdrage lever je nou? Helemaal niks. Dat had ik dus constant. Alsof er iemand over mijn schouder telkens in mijn oor aan het fluisteren was. Van, Westie, wat ben je nou echt aan het doen? Ja, daar zijn we mee bezig. In zo'n helikopterview van, oké, kijk wat er allemaal gebeurt in de wereld. En jij zit een beetje dit te doen. Ja, het resoneerde gewoon niet meer op een gegeven moment. En toen, begin van de coronatijd, nou goed, toen werd het echt heel duidelijk. Hè, die digitale controle. Dus ik was al vanaf dag 1...
samen met mijn toenmalige huisgenoot waren allebei al een beetje wappie, zeg maar. Dus vanaf dag één vlogen alle, de eerste persconferentie, vlogen de meubels door de kamer en pisnijdig. Want wij hadden gelijk als zoiets van, we worden hier voor de gek gehouden. Maar je zag het vanuit je expertise eigenlijk. Ja, nou ja, ik zat al redelijk in die conspiratiewereld ook. Hè. Dus ik bekeek de wereld al vanuit een heel andere blik. En ik was al vanaf dag één David Icke interviews aan het kijken. En, ik bekeek de wereld al vanuit een heel andere blik dan de meeste mensen om mij heen. En die groep wordt nu steeds groter natuurlijk, dat is prachtig. Dat digitale controle vraagstuk, dat is mij echt, het begin van de coronatijd is me dat pas duidelijk geworden. Ja. En dat werd vooral duidelijk met natuurlijk in de eerste instantie die censuur. Hè? Dat alles wat de WHO niet goedkeurt, niet meer toegestaan mocht worden op social media platforms. Ja. En dat er gewoon klakkeloos ook allerlei propaganda berichten op Google en alle andere grote techbedrijven op die websites allemaal werden geplaatst van bang voor het virus, blijf binnen, bla bla bla. Hè. Dat was echt het moment voor mij dat ik dacht, dit is niet goed. En ik las toen ook het boek Je hebt wel iets te verbergen. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar heel goed boek, oprecht. Het is wel geschreven door iets linkserige mensen. Ik ben zelf links. Ik heb je net gezegd, er staat hier een bakfiets in de tuin. Ja, sowieso het hele links-rechts verhaal is... Weet je wat links is? Links is progressief en kritisch op de macht. Dat is links. Ja. Dus in mijn definitie van progressief en kritisch op de macht, zou je zeggen, Forum voor Democratie is links. Ja, nou ja, vinden ze zeker zelf niet, maar in mijn definitie wel. Wat vroeger links was, is nu rechts. Een beetje. Precies. Hè? Dus, maar goed, ja, die mensen die zijn ook heel erg pro-EU. En vooral dat kan je gewoon, naar mijn mening, echt niet verkopen. Je hebt heel veel mental gymnastics nodig om nog pro-privacy en pro-EU tegelijkertijd te zijn. Ja, ja, ja. Dus ja, ik denk dat die mensen ook in een moeilijke tijd zitten nu. En erachter komen dat ze dat niet meer aan zichzelf kunnen verkopen. Maar goed, toen had ik zoiets van, ik wil zelf Big Tech uit mijn leven bannen. Ik ben er klaar mee. Ik ga ik dat helemaal uitzoeken. Eerst een cursusje gemaakt, gewoon geprobeerd om mensen te helpen om een eigen telefoon om te bouwen. Nou goed, daar hadden mensen niet zoveel zin in, bleek. Dus veel tijd ingestoken, niks aan gehad uiteindelijk. Ik heb wel veel geleerd. Maar uiteindelijk stuitte ik op een tweet van Snowden, waarin hij aangaf wat zijn favoriete besturingssysteem is. En nou goed, ik ben van mezelf wel een beetje een technologie-nerd. Dus dat zelf helemaal gaan installeren, uitzoeken. Jij vindt dat ook leuk. Hè? En van daaruit me gaan verdiepen in wat heet operational security. Hè? Dus hoe kun je jouw digitale leven zo goed mogelijk inrichten binnen jouw persoonlijke situatie om zoveel mogelijk privacy en veiligheid te kunnen. Het is grappig het was een tweet van Snowden die jou op het pad bracht. Ja. Edward Snowden, de klokkenluider van de NSA. Ik koop nooit een NSA, hè? Serieus. Op mijn blauwe ogen. Maar ik heb twee keer een NSA gekocht. Moet niet boven mijn kaarsje houden. En dat was in 2013. En toen werd dat nog gewoon in het NSA afgedrukt. Het verhaal van Snowden. En het was zijn verhaal wat maakte dat ik uit mijn bank opstond en dacht, hier wil ik wat aan doen. Ja. Mijn analyse was, als het probleem in Nederland in Den Haag zit, nou, dan moeten we naar Den Haag, gaan we dat controleren. Ja, dus, ja. Zo koos ik voor politiek, dat is hopeloos mislukt. Ja. Maar jij koos ervoor om... Dat is wel goed dat je dat zegt inderdaad, want dat is ook wel allemaal door mijn hoofd gegaan, hè, van hoe kun je nou de meeste invloed op de samenleving uitoefenen? Hè? Hoe kun je nou echt iets betekenen voor mensen? En politiek is dan natuurlijk iets wat snel door je hoofd gaat, omdat je dan het veel meer bij de kern het probleem aan kunt pakken. Maar werd mij ook al heel snel duidelijk dat politiek één grote poppenkast is en dat je daar niet zo snel dingen gaat veranderen. Dus dacht ik, ik zie heel veel oplossingen. Laten we bij de mensen zelf beginnen. Want het grootste deel wat we van Snowden geleerd hebben, is dat heel veel van de surveillance plaatsvindt via die big tech bedrijven. Dus dat die inlichtingendiensten allemaal achterdeurtjes hebben en allerlei slinkse wijzen om de encryptie te omzeilen. Om zo alsnog toegang te krijgen tot die data die dus op commerciële wijze verkregen wordt. Of op gratis diensten. Jij begon proprivacy.io. Ja. Ja. Dat is een website. Proprivacy.io. Ja, .io kennen mensen misschien niet. Je moet misschien even uitleggen
waarom je voor die toplevel hebt gekozen? Nou, dat heeft een aantal redenen. IO is van oorspronkelijk, komt het uit een eilandengroep. Maar dat is even niet het belangrijkste. Het gaat erom dat het in de technologiewereld wordt het heel veel door technologie startups wordt het gebruikt, omdat de vergelijking wordt getrokken met een eentje en een nulletje, IO. Oh ja. Dus uiteindelijk is dat allemaal binaire code natuurlijk, ja. Al die software. Dus vandaar de keuze. En het voordeel was dat het een redelijk nieuwe domein was, waardoor je gemakkelijk nog, waar er heel veel domeinen nog over waren. Dus. Ja, je moet een naam hebben. Nou, zo kom ik op podcast, een woord dat niet bestaat. Ja, dan kan je tenminste nog registreren bij .nl in dit geval. Precies. Ja, ik meen dat jij koos voor privacy, maar misschien doe ik je tekort. De vraag die ik had voorbereid was, waarom kies je voor privacy als je onderwerp? Mm-hmm. Je kan ook kiezen voor de vrijheid van meningsuiting, lichamelijke integriteit, digitale euro, rechtspraak, NAVO, smart city. Ik heb er een paar opgeschreven. Ja. Hoe werkt dat? Ja. We hebben het allemaal over, ook in de podcast die we tegenwoordig, die ik opneem met David Boerstra. Dus dat zijn allemaal thema's die we bespreken. Maar inderdaad, we hebben in de bedrijfsnaam bewust gekozen voor privacy. Omdat privacy het meest belangrijke fundament is voor een vrije samenleving, denk ik. Daar voert zich uiteindelijk alles uit. Op het moment dat je geen privacy meer hebt en in een soort van Chinese surveillance staat terechtkomt, waarin elke minuut van de dag al jouw gedrag beoordeeld kan gaan worden, dan ben je niet vrij meer. Kan je dat? Dat was het grootste struikelblok voor een hoop mensen in de piratentijd, herinner ik me. Hoe krijg je uitgelegd dat privacy het fundament is? Zonder dat kan je niks meer. Hoe leg jij dat uit? Ja, dus er zijn. Ik heb in de alternatieve wereld heb ik ook als mensen gesproken die dan zeggen van ja, mij maakt het toch allemaal niet meer uit. Hè? Dus ik heb ervoor gekozen om mijzelf te laten zien. En daardoor weet ik dat ik waarschijnlijk in de gaten gehouden word door de NCTV en noem maar op. Hè? Dus daarom interesseert het zich gewoon niet meer. Hebben ze dat allemaal maar losgelaten. Maar er is wel wezenlijk een groot verschil tussen persoonlijke privacy en systeemprivacy. Hè? Dat is een onderscheid wat ik graag maak. Omdat dat een individu ervoor kiest om zichzelf zijn data te beschermen en constant alles maar te delen met alles en iedereen. Oké, prima, als jij dat graag wil. Be my guest. Ik denk nog steeds, ik zou me niet comfortabel bij voelen. En ik zou dat eigenlijk niemand aanraden, want je kan gewoon echt in de problemen komen. Maar systeemprivacy is een heel ander verhaal. Want als jij als samenleving geen privacy meer hebt en iedereen constant gemonitord wordt, waaronder mensen die kritisch zijn op de zittende macht. Hè? Journalisten die hun werk goed doen. Allerlei verschillende mensen die echt privacy nodig hebben. Politici in de oppositie, hè? Noem maar op. Die echt privacy nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Dan valt je hele samenleving in duigen. En dat is iets wat ik in de alternatieve wereld, juist die mensen die zo kritisch zijn op de zittende macht, daar moet echt nog gegroeid gaan worden, vind ik. Zeker. Oké, dat heb je mooi verteld. Ik heb zelf... We gaan naar zometeen naar wat doe je dan met je bedrijf? Proprivacy.io. Je bouwt telefoons die meer privacyvriendelijk zijn dan wat je bij je T-Mobile of je andere provider in je bundel koopt. Of bij van een Chinese leverancier Redmi koopt. Dat was mijn vorige telefoon namelijk. Ik dacht, kan beter door de Chinezen afgeluisterd worden dan door de westerse Xiaomi-ding. Zo'n Xiaomi-ding. Dus ik heb nu zo'n ding wat jij ook bouwt. Dus ik kan met je meepraten over wat dat dan is. Ik heb hem ook omdat ik wel eens gebeld word of benaderd word door mensen die nog lang niet zover zijn. En die hebben dan iets wat ze heel spannend vinden om te vertellen. Dan ga ik als eerste uitleggen, wacht even, we doen dat nu via GSM of we doen het misschien via Signal, maar wat voor apparaat heb je dan? Ja. Moeten we niet liever een kopje koffie drinken of een wandelingetje maken door het bos of zo? Ja. En dan ga ik dat puntje uitleggen, want in Nederland zijn we helemaal niet zo bewust. Nee, terwijl we toch behoorlijk voorlopen als het gaat om surveillance, maar goed, dan gaan we zo. Ja, we lopen wel voor op het gebied, precies, op het gebied van surveillance. Nou, toen Virus Waanzin begon, in het voorjaar, want je begon, Die persconferenties openden jou de ogen. Dat is wat je zei. Of toen was je er klaar mee. Digitale controle. Ja. Ik was heel in het begin betrokken bij Virus Waanzin, zoals dat toen heette. En die hadden een appgroep.
Mag jij 3 keer raden wat voor applicaties ze gebruikten? Welk appje? Nou, wat denk je? WhatsApp. WhatsApp, natuurlijk. Heel Nederland zit in de WhatsApp. Dus ik zeg, ja, jongens, die heb ik niet en dat doe ik ook niet. Dus voor Facebook, en dat is de bloody limit. Die, hun verdienmodel is mijn data. Ik doe het gewoon niet. Maar ze gebruiken wel internet encryption. Ze gebruiken wel encryptie. Nee, maar dat is mooi. Ze zijn gesloten. De code is gesloten. Dus je hebt geen enkele manier om te controleren. Of dus cryptografische experts kunnen er ook niks van vinden. Dus dat is gewoon... Dus ik kan heel erg met je meegaan in hoe ver Nederland is in bewustzijn of niet. En dat was ook mijn frustratie toen, inmiddels 7 jaar geleden. Privacy is niet sexy. Je krijgt het niet verkocht. Nee. Mensen vinden het niet interessant. Ze willen voetbal kijken, nu in ieder geval. Ja. Kijk je wel voetbal? Ja, zeker. Ja. Vroeger zat ik standaard in het FC Utrecht stadion. Door de coronatijd was ik er een beetje klaar mee. Omdat het leek wel oefenwedstrijden met al die lege... juist die interactie tussen het publiek en de spelers. Dat vond ik altijd mooi om die energieoverdracht om dat te zien. Maar sinds het EK ben ik weer een beetje... het is zo belangrijk om lol te hebben in het leven. Allerbelangrijkste, zo is dat. Nou ja, zeker. Oké, nou, dit is geen sales pitch. Ik maak wel een disclaimer nu. Jij verkoopt dingen. Dit is jouw werk en ook je handeltje. Ik weet niet of er iemand anders is die doet wat jij doet in Nederland. Ik ken ze in ieder geval niet. Maar ik wil wel zeggen... jij moet je eigen afweging maken of je denkt dat je dit wil of iets anders wil. Of dat je het zelf wil doen zoals ik het gedaan heb. Dus ik ben niet zijn handeltje aan het verkopen. Dat moet hij lekker zelf doen. En dat mag ook. Ik geef je alle ruimte om te vertellen wat je doet. Ja. Maar als er andere mensen zijn die zeggen, hey, dit doe ik ook. Nou, ik hoor graag van je. Ik ben benieuwd wie dit allemaal nog meer doen in Nederland. Want ik vind het een goede oplossing. Ja. Dus dat is mijn disclaimer. Ja. Wat doe je dan met proprivacy.io? We bieden eigenlijk kennisproducten aan. Dus je zei net al van, zijn er meerderen die dit doen? Ja, die zijn er. Maar niet zoals wij het doen. Dat durf ik echt te zeggen. Dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Dus er zijn meerdere bedrijven die wel omgebouwde telefoons verkopen. Maar dan krijg je gewoon een telefoon met een ander besturingssysteem. En daar houdt het op. Dan mag je de rest zelf allemaal uitzoeken. En dat is nooit onze filosofie geweest. En de reden daarvoor is omdat we, wat ik net al zei, we hebben het hier over operational security, operationele veiligheid. En dat is een spel van meerdere lagen. Dus je hebt je hardware. Daarbovenop heb je een veilig privacyvriendelijk besturingssysteem. En daarbovenop heb je je applicaties. En de lagen die zich daaronder bevinden, die hebben invloed op de lagen daarboven. Dus als jij fouten maakt op een van die lagen, dan kan dat gevolgen hebben voor de laag daarboven. Dus als ik jou alleen een telefoon met een ander besturingssysteem geef, los van of dat kwalitatief gezien een goed besturingssysteem is, kan jij hele grove fouten maken door de verkeerde applicaties te installeren. Of die op een verkeerde manier te gebruiken. Of goede applicaties op een verkeerde manier te gebruiken. Ja. Dus die ondersteuning erbij, hè, dus echt mensen toelichten van welke applicaties zijn dan wel privacyvriendelijk, veilig privacyvriendelijk. Maar ook op besturingssysteemniveau. We hebben een super uitgebreide GraphQL handleiding met alle functionaliteiten, belangrijke functionaliteiten die we helemaal omschrijven. Dus we bieden echt een hele uitgebreide ondersteuning. Ook op applicatieniveau. Dus applicaties als Signal, Session, nog veel meer privacyvriendelijke applicaties. Die hebben allemaal een eigen handleiding. Dus we leggen helemaal uit hoe je ze dan kunt gebruiken, hoe je data over kunt zetten, hoe je... bepaalde applicaties kunt isoleren. Dus het is echt een spel waarin je zelf een beetje kan bepalen hoe ver je wilt gaan. Maar om die ondersteuning te geven, om mensen in ieder geval te helpen om het zo goed mogelijk te kunnen doen, dat is altijd een beetje de filosofie geweest. En dat doen we met telefoons. Dus mensen krijgen gewoon een kant-en-klare telefoon op de deurmat, krijgen direct toegang tot een platform. En op dat platform staat al de kennis waar ik het net over had. Ja. En daarnaast kunnen ze gewoon werkdagen van 9 tot 5 kunnen ze gewoon bellen, mailen voor ondersteuning. En we ontvangen ook mensen op kantoor. Leuk man, oké. Okay. Grappig dat je dat zegt. Het begint bij de hardware. Voor dit gesprek hadden we een kort voorgesprek en liet ik mijn oude laptop zien. En dat is een Lenovo ThinkPad. Een mooie NSA-sticker. Ja. Ik ging dus, of het was eind 2017 of begin 2018, dat weet ik niet, op bezoek bij Arjen Kamphuis, die toen al leefde. En ik vroeg, wat voor hardware doe jij dan? Want elke laptop, want ik ging een nieuwe laptop kopen. Ja. En dan eentje veilig. Elk moederbord, elke chipset heeft een management engine. En dat wist ik wel. Dat is dus dat zit erin. Ja. Als backdoor op de hardware laag. Waar je van zegt, ja, daar begint alles mee. Ja. En hij zei, ja, live with it. Of je moet iets ouds kopen. Ja. Of het zit erin, ja. Dat is niet zoveel aan te doen. Maar onder die
In die situatie zou ik voor zoiets gaan. Ja, zo ben ik op dit level. Nee, we gaan ook ThinkPads verkopen zometeen. Ja, ja. Met Fedora Linux. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal als wat we met de telefoon doen. Dat gaan we ook met laptops doen zometeen. Met een apart platform. Ook weer met applicatielijst, handleidingen, Fedora handleidingen, alles erop. Oh, dat is interessant. Dat wist ik niet. Maar Fedora is een variant van Linux. Ja. En die is heel vriendelijk voor hardware. Dat kan je overal op installeren. Ja. Dus nu moet je zelf de hardware kiezen. Ja. We gaan zo weer verder over die Snowden-telefoon. Ja, ja. Waar hard gezegd wordt, dit is een Google Pixel en anders doet hij het niet. Klopt. Ja. Wat voor hardware ga jij kiezen dan? Want Arjan is er niet meer om je te adviseren. Wel Lenovo's. Ja, over hardware-spionage, daar kun je over betwisten wanneer dat wel of niet het geval is. Hè. Je kunt ook specifieke software installeren om uitgaande pakketjes te kunnen controleren en of dat allemaal wel of niet gebeurt. Dus daar kan je ook ver in gaan. Wij hebben gekozen voor Lenovo's. Vooral omdat de compatibiliteit met Lenovo en Fedora heel goed is. Dus Lenovo's die verkopen zelf ook kant-en-klare laptops met Fedora al voor geïnstalleerd. Ja. Oh, dat is handig. Dat had ik niet. Dus was toch een hoop gedoe om hier Linux op te krijgen. Hetzelfde om te krijgen. Dus nee, dat is al mooi dat ze dat doen. Maar daar onderbreekt het nog steeds aan de ondersteuning op de applicatielaag. Ja. En ook op besturingssysteemniveau. En mensen willen het gewoon in het Nederlands, ze willen filmpjes erbij, ze willen afbeeldingen. Dus wij maken er echt een sport van om het voor de gewone gebruiker zo hapbaar mogelijk te maken, om die overstap te maken. Oké. Okay. Ja, dat is wel een frustratiedingetje. Ook in het voorbespreken zei ik tegen jou, er is geen tijdslimiet op dit gesprek, maar het gaat vast heel lang gesprek worden, want we tegen elkaar in zitten nerden en voor je het weet is er een uur voorbij. Ja. Maar ik heb dit gezin, ik ben getrouwd, we hebben twee kinderen, 14 en 17 zijn ze nu, een paar jaar geleden geprobeerd te migreren naar Linux. Dat gingen we met z'n allen doen en ik ging doen wat jij doet, namelijk laagdrempelig. Ja. En dat project mislukte omdat een of andere Facebook spelletje of zo het niet deed. Ja. Tot mijn frustratie en verdriet. Ja. Nou, sindsdien zitten we weer met z'n allen op Windows. Ja, wat ik daarover zou zeggen is, wees ook lief voor jezelf. Hè? Wees niet te streng. Denk niet, dus zelfs ik heb ook nog een MacBook. Hè? Dus op het moment dat ik grafische dingen moet doen, dan is op een MacBook is het gewoon veel meer beschikbaar qua applicaties. Ja. Maar goed, daar zit ik 1% van de tijd zit ik daarop. En 99% van de tijd zit ik op Linux. Dus wees ook niet bang om misschien je oude laptop toch nog ernaast te houden op het moment dat je toch een bepaalde applicatie nodig hebt of iets dergelijks. Want anders val je inderdaad weer helemaal terug. En dat wil je ook niet. Dus goed. Precies. Er is tegenwoordig echt mega veel beschikbaar op Linux. Oké, okay. Dus samengevat, jij koopt Google Pixel telefoons. Jij installeert ze en je houdt mensen bij het handje, neem je ze mee in hoe dat ding te gaan gebruiken en welke apps wel en welke niet, om het veilig te doen. Ja. Dat is je werk. Klopt inderdaad. Ik heb op je website gekeken en hier op je over ons pagina, op je about pagina van proprivacy.io, ik ga gewoon reclame maken, kan mij het schelen. dat heb ik een stukje van gekopieerd en daar heb ik vragen over. Ik ga het oplezen. Over ons. Dankzij onze achtergrond in online marketing weten we exact hoe de big tech bedrijven als Google, Facebook, Amazon, Microsoft en Apple aan hun data komen. Nou, daar hebben we het een beetje over gehad, hè? Ja. Hoe ze aan hun data komen. Ja. Waarom is het dan niet goed dat ze die data verzamelen? Want Snowden kwam uit die veiligheidsdiensten en je zei net YouTube is gewoon een advertentiebedrijf. Heb je een probleem met advertenties verkopen of gaat je zorg verder? Nou ja, het gaat dus verder op het moment dat inlichtingendiensten actief bezig zijn om data vanuit die commerciële diensten te gaan verzamelen. Hè, dan wordt het echt gevaarlijk. En dat is waar Snowden ook dus op stuitte. Dat is gewoon dat hij aan het werk was en dan een collega even liet zien van hey, kijk, we gaan die en die even op de webcam bekijken. Of zie je wat die en die hier in zijn privéchats op social media aan het delen is. En, dus dat ging echt wel door tot aan de inlichtingendiensten. Ja, dus kijk, überhaupt moet een private messaging applicatie geen data lokaal opslaan. Want ook op het moment dat de overheid aanklopt bij de voordeur, moet jij kunnen zeggen van ja, sorry, wij gebruiken encryptie. Dat hebben wij hier niet. Hè? Dus dat is de meest veilige wijze. Zo doet Signal dat bijvoorbeeld. Maar ja, goed, zo werkt het helaas niet met die grote techbedrijven. Die hebben enorme databases, enorme datacenters waar zo'n beetje alles te pas en te onpas opgeslagen wordt. En langs de weg van wetgeving die steeds gekker wordt eigenlijk. Hè? Dat zag je na 9/11 ook met de Patriot Act. Waardoor de Amerikaanse overheid gewoon eigenlijk
te pas en te onpas aan kan kloppen om data die zich op Amerikaans grondgebied bevindt, om daar toegang toe te krijgen. Ja, het wordt steeds gekker, die wetgeving. En dat zie je in de Europese Unie nu net zo goed. Ja, zeker. Ja. Dus de overheden hebben het recht onder de wet om te zeggen, jij bent een social media platform, we willen die en die data van jou. Ja precies. Ja. En daar staat jouw hele chatgeschiedenis, dus ze hoeven helemaal niet op je telefoon, ze kunnen het gewoon vragen bij het social media huis. Ja. Okay. Ik ga verder in je about pagina over ons stukje. We leven nu in een tijd waarin de gebruiksvriendelijkheid van privacyvriendelijke en veilige software minstens zo goed is. Ja, dit dus in contrast met Linux waar we het net over hadden bijvoorbeeld. Ja. Maar mensen gebruiken smartphones, tablets, computers. Ze slaan hun data op in de cloud en ze delen gegevens met derde partijen. Ja. In prioriteit of zo, want je gaat nu ook tablets of laptops doen. Mm-hmm. Wat is het belangrijkste? Je bent begonnen met telefoon, maar dat is ingegeven door Snowden. Zeker. Telefoon is ook het grootste privacyprobleem. Hè? Dus dat ding dat weet veel meer van je dan dat je laptop weet, omdat er gewoon simpelweg veel meer sensoren op zitten. Ik zou ook als in prioriteiten, als mensen denken van ik wil hiermee beginnen, wat zou ik als eerst doen? Ik zou zeggen begin altijd met je telefoon. Dat is echt het allerbelangrijkste. Daarna wil je ook die besturingssystemen zoals Windows maar ook Apple trouwens. Ja, wordt de privacy invasie wordt met de dag gekker. Goed voorbeeld daarvan is de Windows Recall functionaliteit. Ik weet niet of je daar iets van gehoord hebt. Maar nee, en ik ben een oud Microsoft engineer, maar ik ben een beetje klaar met dat. Ik gebruik het, je ziet hier Windows draaien. Ja, die grafische tools doen het zo goed, of zo erop. Ja, ja. Wat jij met je Apple hebt. Ja. Maar wat is dat dan? Ja, en de nieuwste Windows, dat is ongeveer een maand geleden aangekondigd, zit Windows Recall. En dat houdt in dat er een systeem in zit wat gewoon elke een paar seconden een screenshot maakt van wat jij doet op je scherm. Die data wordt vervolgens door een lokale AI wordt dat afgelezen, geïndexeerd in de zoekmachine van de PC, zodat jij alles terug kan zoeken wat in het verleden plaatsgevonden heeft op jouw scherm. Dus ja, dat is echt heel bizar. Je kan het wel uitzetten, maar goed, ja, ik kan jou vragen hoe lang dat nog kan en of het überhaupt daadwerkelijk uitstaat, want Windows is gesloten software. Maar dit is dus al gehackt een paar weken geleden. He, dus iemand die heeft al gepubliceerd hoe je dat kan hacken. En het belangrijkste is dat als jij die data opslaat, dan is dat permanent gewoon een veiligheidsrisico. Dus op het moment dat je ervoor kiest om data niet op te slaan, dan kan ook niemand jou hacken om bij die data te kunnen. Veel verder dan opslaan, het is wat je zegt. AI-analyse. Het wordt gewoon om met jouw CPU-kracht wordt het klaargezet, zodat het heel makkelijk uit te lezen is. Dat is wat ik je hoor zeggen. En dat is grappig. Ik wou een anekdote maken. Ik werkte dus bij ING, verantwoordelijk voor de IT-afdeling. En dat was dan allemaal geheim. Maar ergens was er een keylogger gevonden. Dus een stekkertje tussen je keyboard en die computerkast, daar was een stekkertje gevonden. En dan vonden ze dat uit dat door de schoonmaakdienst gedaan was. Dat is allemaal geheim, maar dan kreeg ik met mijn IT-team de opdracht om elke ochtend even een rondje te maken langs alle computers om te kijken of er niet zo'n stekkertje zat. Goed zo mogelijk was. Maar die keylogger, dat is wat ze nu geprofessionaliseerd ingebouwd is in Windows. Ja, dan kun je dus nagaan als jij daar op een applicatie draait als bijvoorbeeld Signal, hè, wat natuurlijk een end-to-end encrypted applicatie is. Hè, dus daarom had ik het net over die meerdere lagen. Als jij dus op besturingssysteemniveau Windows Recall plus Signal draait, ja, dan maakt dat ding ook screenshots van jouw berichten binnen Signal. En daardoor komt jouw Signal privacy weer in gevaar. Dus je moet het is echt een sport om het op elke laag goed te doen. En besturingssysteemspionage wordt gewoon echt steeds extremer. Je ziet het ook nu met AI in Google. Hè? Dus Google, de gewone Google Pixel, die wordt ook helemaal gepromoot met AI-integratie. En want het is handig, want dat kan dan je foto's super mooi optimaliseren. Maar er is ook al bekend van geworden dat AI ook meeluistert met jouw gewone telefoongesprekken om jou te beschermen tegen mogelijke spam. Het is in je eigen belletjes, best, dat soort dingen. Dus ja, precies. Ja, altijd voor jouw veiligheid. Ja, voor jouw veiligheid. Zo wordt het altijd gepromoot. Maar dus spionage op besturingssysteemniveau wordt echt steeds extremer. Nou, wat je er dus aan kan doen, even los van de hardware. Je kan niet zelf gaan zitten solderen op je moederbord. Ja, Snowden heeft zijn microfoon losgesoldeerd, zegt hij. Maar dat is nog best ingewikkeld bijvoorbeeld. Ja, Snowden heeft ook een heel hoog dreigingsmodel natuurlijk. Hè? Dus, zo is dat. Maar in het operating systeem, als je een open besturingssysteem neemt, Linux, sommige implementaties van Linux.
Ja, dan kan iedereen het in ieder geval controleren. Dus als daar backdoors in zitten, dan is er vast wel iemand die dat vindt. Ja, dat is precies. De kracht van open software. Ja, precies. Ik lees verder. Er is op dit moment een enorme verschuiving van bewustzijn gaande. Steeds meer mensen raken zich bewust van de privacy- en veiligheidsproblemen van de mainstream internet. Ze zijn klaar voor de nieuwe digitale wereld. Met onze pro-privacy phone en toegang tot het pro-privacy platform willen we onze klanten zo snel en goed mogelijk op weg helpen in deze nieuwe digitale wereld. Dat is onze missie. Dat is wel een beetje een sales pitch. Maar waar zie jij dan die verschuiving van bewustzijn? Want ik ben best wel gefrustreerd dat ik het niet zie, zeg maar. Ja, nou ja, snap ik. Maar kom eens langs op kantoor, zou ik zeggen. Nou ja, wij hebben gewoon dagelijks mensen die over de vloer komen. En die echt constant heel enthousiast zijn. En tegen ons zeggen dat ze hoe leuk ze het wel niet vinden wat we aan het doen zijn. En ik heb nog nooit een baan gehad waarbij ik dat elke dag kreeg te horen. Dus wat dat betreft ga ik met een glimlach naar mijn werk. En ik zie het dus wel. Maar goed, het is natuurlijk wel een specifieke groep mensen. Maar ik kan me niet voorstellen dat die groep groter gaat worden. Niet groter gaat worden op een gegeven moment. Want deze problemen worden alleen maar ernstiger. Laat ik het anders vragen. Jouw moment was 2020. Je ziet die persconferenties, je denkt, ja, wacht even, hold my beer, ik ga er wat aan doen. Dit gaat niet goed. Ja. Mijn moment was 2013 met die ontsnoden. Wat maakt dat mensen nu bij jou aankloppen en zeggen, ik wil een andere telefoon? Wat motiveert ze? Ja, nou ja, dat dus. Ja, er gebeurt zoveel. Dus wat dan net hetgene is, wat iemand triggert, dat is dan heel erg de vraag. Kijk, wij hebben ons heel erg gefocust ook op dat Snowden-verhaal, omdat dat natuurlijk, ja, daar kom je gewoon niet omheen. Dat is gewoon breed geaccepteerd door de maatschappij, onder andere, dat gewoon gebeurd is. Hè, en dat nog steeds gaande is. Maar ja, er gebeuren zoveel dingen. De dingen die we net al allemaal aanstipten. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen dat we ook die podcast zijn gaan doen. Is gewoon puur bewustzijn verspreiden. Hè. En dat we de samenleving in de richting van een digitale surveillance controle samenleving aan het bewegen is. Ja, dat is iets wat mensen in onze wereld eigenlijk ook heel erg zien. En dat is ook de reden dat wij juist vooral adverteren in de alternatieve media. Omdat wij ook geloven dat die mensen op het gebied van bewustzijn gewoon wat verder zijn op dit moment dan andere mensen. En de rest volgt vanzelf. Laten wij het goede voorbeeld geven. Ja, dat sowieso. Ook als ze nog niet volgen. Dat maakt niet uit. Precies. Het gaat erom dat je ook zelf de voldoening uithaalt. Je bent met iets goeds bezig. Precies. Daarom ben je dit gaan doen. Precies. Ik heb je podcast gevonden, op YouTube in ieder geval. Daar heet het @ProPrivacy.io. Wat je samen doet met David Boestra. ProPrivacy Podcast. Ja, ProPrivacy Podcast. Alleen op YouTube? Nee, zeker niet. Nee. Nee, dus we hebben wel de keuze gemaakt om hem ook op YouTube te plaatsen. Hè, vanwege dus bewustzijns. Verspreiding. Want daar zitten ze namelijk. Daar zitten je kijkers. Precies. Ja. Er zitten nog steeds een hele hoop mensen die kijken via YouTube. Dus hoezeer we er ook op tegen zijn, kiezen we er toch voor om langs die weg wel mensen onze kant op te krijgen. Maar we uploaden ook op Odyssey. We motiveren vooral mensen om via AntennaPod te luisteren. Die maken gebruik van het podcasting 2.0 protocol van Adam Curry. De podvader uit Nederland. En dat is een hele mooie, behoorlijk censuurresistente manier om, en privacyvriendelijke manier om gewoon lekker te kunnen luisteren. Maar goed, voor de mensen die nog in het comfortabele YouTube-wereldje zitten, dan die kunnen daar ook inderdaad. Het is niet alleen, want ik doe dat ook, hè. Ik mopper ook op mensen dat ze op YouTube zitten. Want ik zit het op Rumble en op Odyssey en op BitChute en Buzzsprout, dat is ook podcasting 2.0 eigenschappen kan. Ja, maar mensen kijken via YouTube. Maar waarom is dat nou? Omdat hun televisie voorbereid is op YouTube. Dus je kan gewoon lekker in je televisie naar de YouTube kijken. Werkt lekker. Hè? Het is zo vriendelijk en als een hamburger. Ja, en wij hebben ook wel heel veel mensen die en klanten die gebruik maken van NewPipe. En dat is een applicatie op onder andere dus GraphQL, Android. Waarmee je YouTube in kunt laden. En dan zonder advertenties, zonder. Dus eigenlijk alles wat je met YouTube Premium hebt, dat heb je gratis. Met die open source applicatie NewPipe. Okay. Dus dat werkt echt fantastisch. Maar goed, dan laat je dus wel YouTube content in. Maar het is wel privacyvriendelijk, geen account nodig. Als je dat in combinatie met een VPN gebruikt, dan ben je verdomd lastig te trekken. Nou, een van de frustratiedingetjes die ik heb met Graphene OS op een Pixel. Pixel is dus de hardware, Google Pixel. Dat is trouwens de enige waar die het op doet. Dus je hoeft niet te zoeken naar een telefoon, je moet een Google Pixel, anders werkt het niet. Ja. Maar ik heb hier dus ook in een. Jij moet zo meteen maar vertellen hoe dat ding dan werkt. Maar in een veilige shell YouTube geïnstalleerd. Mm-hmm.
Maar ja, gebruiksprofiel, precies. Maar dan doet hij het niet, omdat ik bepaalde toegang naar internet uitgezet heb voor hem. Ja, is frustrerend. Ja. Op deze manier kan ik ook gewoon YouTube draaien op deze telefoon. Ja. Dat is wel fijn. Dan gaan we je gelijk even helpen zo. Dat komt goed. Ja, precies. Oké. Okay. Jij kwam op mijn pad, een jaar geleden of zo. Oudere dame die had jouw telefoon gekocht, maar ze durfde er niet zo goed aan te beginnen. En zo heb ik je filmpjes gezien. En ik wil je complimenten maken over hoe jij uitlegt wat die... Maar ik zag ook dat het te moeilijk was. Eigenlijk. Ja, het filmpje is alweer oud. We hebben ondertussen een handleiding. Ja, maar, dus ik kan me voorstellen dat het frustrerend is. Maar wat ik merkte, nu ik dit ding zelf heb, hij is zonder Google. Ja. Nou, dat is al een enorme winst van alles wat je krijgt van je telco leverancier. Zeker, ja. Of dat nou zo'n Chinese is of zo'n T-Mobile ding of whatever. Hij is zonder Google. Dus ook al doe je daar al je apps op, het is al 100 keer beter dan wat je had. Ja, door alleen al de besturingssysteem te gebruiken, maak je dan een enorme stap. Precies, dat zou ik zeggen. Wat is de meest gestelde vraag aan je service desk op de helpdesk? Nummer 1. Zo, dat is een lastige. Ja, ik heb tegenwoordig een collega, Ernat, die helpt mij heel goed. Dus die zit ook meer op de service desk ondertussen dan ik. Ja? Ik ben me echt meer aan het focussen op podcast maken. En ook nog steeds met nieuwe oplossingen op zoek. Maar meest gestelde vraag, ja. Waar lopen mensen tegenaan? Het ding is, vooral in de beginfase, toen we het eerste jaar bezig waren, dan kreeg je heel vaak dezelfde vragen en hebben we heel veel gefocust op het documenteren. Oh, dan beantwoord je die automatisch. Ja, precies. Van alles wat er, elke vraag die gesteld wordt. Dus er bestaat bijna geen vraag meer die we niet al beantwoorden op het platform. Dus 9 van de 10 keer dat iemand een vraag stelt, kunnen wij gewoon een linkje sturen van het staat hier. Ja. En dus we hebben zo'n beetje het hele spelletje, durf ik wel te zeggen, bijna uitgespeeld. Maar wat nou de meest gestelde vraag? Ja, dat gaat dan toch over de meest gebruikte applicaties. Hè? Dus private messaging applicaties. Maar ook gewoon dingen die mensen nog willen kunnen doen die ze gewend zijn. Hè? Dus muziek luisteren, hoe doe je dat dan privacyvriendelijk? Password manager is natuurlijk ook wel een opgave om dat ingericht te krijgen. Maar voor letterlijk elke belangrijke applicatie met een handleiding. Dus dat... Mijn frustratie zit in, hoe ik het dit ding uitleg. Een van de features is, je hebt een veilige omgeving. Dat is de basisomgeving, dat is jouw omgeving. Je doet je wachtwoord of je vingerafdruk of whatever. Mm-hmm. Daar zitten je apps, je toepassingen in die je vertrouwt. Daarbinnen kan je een soort zandbak maken, een aparte ruimte waar je de minder coole apps in stopt. Ja. Nou, voor mij zit Signal in mijn basis goede omgeving. Ja. Maar zit ik in die speeltuin, in die zandbak, en iemand belt mij over Signal, hoe krijg ik die telefoon aangenomen dan? Dan moet ik eerst wisselen, een andere userprofiel. Ja. Wij maken zowel gebruik van een werkprofiel als van extra GraphinOS profielen. Ja. En de reden daarvan is dat het switchen naar een extern gebruikersprofiel, dat zou ik echt alleen maar doen voor applicaties die je 3 keer per week gebruikt, bij wijze van spreken. Ja. Want als je dagelijks moet switchen naar al die verschillende gebruikersprofielen, word je niet blij. Je raakt de weg kwijt. Ja, precies. Dus hoewel het qua privacy en veiligheid dus wel supergoed is om die gebruikersprofielen te gebruiken, zou ik het niet voor elke applicatie aanraden. Dus wij doen bijvoorbeeld voor bankapplicaties, hè, die zijn super gevoelig. Daar wil je absoluut niet dat er iets mee gebeurt. Dus om die, en die gebruik je misschien 3 keer in de week, dus om die in een extra gebruikersprofiel te zetten, ja, top. Hè? Dat doe ik ook met crypto en dat soort zaken. Ja. Want dan kun je ook alle activiteit van het profiel stilleggen op het moment dat je eruit stapt. Dus voor je veiligheid supergoed. Maar voor applicaties zoals bijvoorbeeld WhatsApp, die je nog dagelijks gebruikt, maar niet privacyvriendelijk zijn, ja, die leggen we mensen uit hoe je dat in zo'n werkprofiel kunt installeren, waar je nog wel veel makkelijker bij kan komen en nog goed je meldingen binnenkrijgt. En dan is het tenminste maar gebruiksvriendelijk. Precies. Precies, ja, want anders dan kom je op het punt dat je gefrustreerd raakt. En dan, ja, dat is ook niet de oplossing. Hè? Dus je moet soms ook een beetje de weg zoeken tussen hoe kan ik het zo goed mogelijk doen, maar dat het wel nog leuk blijft. Ja, dat is het belangrijkste. Als die leuk is, dan gooi je dan de dingen mensen ermee in de keukenlaar. Dan bereik je helemaal niks. Nee, precies. Ja. Zo is dat. Nou, mensen die privacy voorstaan, mensen die activistisch bezig zijn, zoals jij en ik, en ze zijn er wel, die worden wel een handje geholpen. De coronacrisis, die persconferentie hielp met jou bijvoorbeeld. Ja. De nieuwe minister-president helpt ons ook. Ik heb een plaatje klaarstaan. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ken jij Dick Schoof?
Ja, David maakte laatst de grap in de podcast. Die zei, hoeveel weet jij van Dick Schoof? Ja, nou, vertel. Ik zei helemaal niks. Hij weet wel alles van jou. Ja, ja. Ja. Nou, ja, het is echt op Wikipedia, hij heeft een Wikipedia-pagina, staat... Dick Schoof is de beoogde minister-president van het in 2024 aankomende kabinet Schoof. Tot en met 28 mei 2024, vorige maand, was hij secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Secretaris-generaal betekent hoogste ambtenaar die niet gewisseld wordt als er verkiezingen zijn geweest. Ja. Ja, dat zijn de mensen met de echte macht, zeg ja, maar. Ja, precies. De grootste personificatie van de deep state. Oké. Eerder was hij directeur-generaal, weer zo'n term, hè, directeur-generaal, van het Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, AIVD. Oké. En Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ja, die hebben ook veel op een... Dus jij voelt je wel veiliger. Voel jij je nu veiliger met Dick aan het roer? Nou ja, ik denk dat er wel... Ja, dus wat ik net al zei. Ja, er zullen nog wel een hoop gekke dingen moeten gebeuren... voordat mensen gaan beseffen wat er gaande is... en hoe er, ja, welke richting dit opgaat. En ja, wij zullen dus steeds meer mensen gaan helpen. Totdat het... misschien geïdealiseerd wordt of zo. Ja, je weet het niet, hè, tegenwoordig. Het zou allemaal kunnen. Maar ook ja, dan, het ook wordt, dan, we eindigen zo meteen met een dingetje over upload moderation. En dan laat ik die termen vastvallen. Ja. Want wat jij bouwt, wordt straks gewoon verboden. Maar zover is het vandaag nog niet. Nou, ik denk dat het heel lastig wordt, hoor. Maar, om te verbieden, hè? Ja. Nou ja, dat is de kracht van open source is dat iedereen... de code is en voor iedereen zichtbaar. Dus het kan makkelijker gecheckt worden op encryptie, bugs en noem maar op. Maar een andere kracht is dat iemand zo de code kan kopiëren en het zelf weer kan gaan hosten. Dus op het moment dat open source encryptie de wereld ingeholpen is, krijg je dat niet zomaar weg. En dat, misschien wel het mooiste voorbeeld daarvan is in de begintijden van encryptie met PGP. Toen heeft de Amerikaanse overheid, die vond het absoluut niet leuk. En dat zie je eigenlijk door de hele geschiedenis van encryptie zie je dat heen, dat overheden altijd maar proberen om of encryptie volledig te bannen, of om er toch op een of andere manier achterdeurtjes toch op een of andere manier nog doorheen te kunnen komen. Client-side scanning, Europese Unie, geweldig voorbeeld van. Maar ja, met wat toen gebeurde met die PGP is dat al die nerds die namen gewoon letterlijk tattoos op een... want je mocht het niet meer exporteren op een gegeven moment ook en zo. Die daar gewoon tattoos op een lichaam met die code om gewoon te tonen van, jongens, dit is code. Hoe wil je dit... dat kan je niet tegengaan. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. En dat is dus het mooie aan die free and open source software wereld. Dus ik denk oprecht dat dit niet te winnen valt vanuit hun kant, zeg maar. Dus nou goed, we gaan het zien. Het wordt een leuk, zeer interessant gevecht. Het wordt nu een, niet in de zin een letterlijk gevecht, maar het wordt nu een echt gevecht. We gaan het nu echt zien hoe sterk encryptie en open software echt is tegen een staat, en niet alleen in Nederland, maar internationaal, die privacy moet verbieden om zichzelf in stand te kunnen houden. Ja. Want het recht op privacy is het recht om... onafgeluisterd, kritisch te kunnen zijn, om journalist te kunnen zijn, om klokkenluider te kunnen zeker zijn. Ja. We zijn allebei geïnspireerd door Snowden op een andere manier. Ik heb dat hesje van Assange hier hangen. De Dick Schoof van de Verenigde Staten, Mike Pompeo, heeft opdracht gegeven in zijn afdeling om Assange te vermoorden in die ambassade. Hoe kunnen we die man omleggen? Want we hebben er last van. Ja, dat is de Dick Schoof van Amerika, zeg maar. Ja, 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 ja. En hier wordt Dick Schoof de nieuwe minister-president. Ja, ja. Maak me daar wel een beetje zorgen om. Ja, maar het positieve is, als het goed is, gaan veel meer mensen dat nu zien. Precies, dus dat is ook het mooie aan deze tijd. En dus moeten we het ook misschien maar zien als een gift. Hè? Dus misschien juist dat ze het in een stroomversnelling nu proberen te brengen, is misschien ook juist omdat ze bang zijn dat te veel mensen het beginnen te doorzien. Ja. En dat, dus laten we daar gebruik van maken. Ik loop even een paar actualiteiten dingen met je door. En de tweede die ik klaar had gezet was een artikel in El País gisteren. En ik heb er een plaatje van. Hop. Files disappear from the phone of the former Spanish soldier who spied on Julian Assange for the CIA. Dus wat daar staat is... Iemand had een telefoon. Hij was betrokken bij het afluisteren van Assange in de Ecuadoriaanse ambassade. Die telefoon is bewijsmateriaal, wordt ingebracht in de rechtszaak. Nou, en wat denk je?
de data waarin hij dan gecommuniceerd zou hebben met de CIA, die stond niet meer op die telefoon. Kan dat nou, hè? Ja. Bewijsmateriaal zomaar weg van die telefoon. Ja. En het ging om WhatsApp-gegevens, Signal, Telegram, Proton, Mail en Skype. Ja. Nou, WhatsApp kent iedereen, want iedereen gebruikt dat, geloof ik. Ja. Signal kennen een hoop mensen wel, maar het is een soort functioneel wat lijkt op WhatsApp, maar dan beter ingericht. Geld kan je ook zeggen voor Telegram. Proton, Mail is... minder hoor, maar goed. Ja, maar goed. Nou, in ieder geval, ik probeer een beetje te duiden wat je ermee kan. Ja. ProtonMail is een e-mail provider. Ja. En Skype is een... allemaal communicatiemiddelen. Allemaal communicatiemiddelen. Dus, ja. Welke adviseer jij dan? Signal hebben we op platform staan, inderdaad. Omdat Signal eigenlijk toonaangevend is geweest in... en doorslaggevend in het bouwen van encryptie voor private messaging. Ja. Het Double Ratchet algoritme heet dat. Dat is ook door heel veel andere messengers daarna gebruikt om inderdaad privacy te kunnen implementeren in messaging applicaties. Dus daardoor is Signal eigenlijk een beetje de gouden standaard geworden. Het enige nadeel zou je kunnen bedenken van Signal. Kijk, niks is perfect. Hè? Er bestaat niet zoiets als perfecte privacy. Dus wij geen telefoon gebruiken. Nee, ja, precies. Of in een bos gaan leven en dan hopen dat er geen rooksignalen uit... hè? Maar dus blijft altijd een... je wilt het zo goed mogelijk proberen te doen. Iets waar wij bijvoorbeeld kritisch op zijn als het gaat om Signal is dat het wel op via gecentraliseerde servers loopt. Daardoor is het makkelijker, kun je het eventueel verbannen. Nou goed, nu met dat client-side scanning verhaal kun je het zo over hebben, maar zou het zomaar kunnen dat Signal uit bepaalde landen verbannen gaat worden. Dus hoe censuurresistent het is, dat zal moeten gaan blijken. Ze hebben wel ook proxies ontwikkeld, waardoor het in Iran nog kan gebruiken, want daar is het ook verboden geworden. Nou goed, dus er zijn wel manieren, maar je hebt bijvoorbeeld ook iets als Session. En Session maakt gebruik van blockchain technologie. Waardoor het dus over duizenden computers wereldwijd verspreid staat en lastiger tegen te gaan is. Ik zeg niet dat het niet tegen te gaan is, niks is niet tegen te gaan, maar het wordt wel een stuk uitdagender. Dus ja, het is wel goed om ook naar verschillende messaging, vooral als het gaat om private messaging, want dat is het belangrijkste zo'n beetje als het gaat om het waarborgen van je privacy, is gewoon je gesprekken met je familie, je vrienden, je vrouw, je vriendin. Ja, je bronnen als journalist. Ja, precies, zeker. Ja, dat ook voor je werk natuurlijk. Je politieke collega's als je oppositiepartij bent. Ja, precies, inderdaad. Dus en dat hele client-side scanning verhaal. Oké, leg maar, je hebt het woord nou een paar keer gebruikt. Ja, laten we het nu toch maar erover hebben. Hoe leg jij dat uit? Nou, dat is sinds de Europese Commissie, sinds vorig jaar, misschien zelfs al 2 jaar geleden, zijn ze met een voorstel gekomen. Want er is een probleem en dat probleem is kinderporno. Dus de verspreiding van kinderporno in Europa volgens de Europese Commissie is een groot probleem. En dat moet tegengegaan worden. Nou, hoe moet dat tegengegaan worden? Nou, en als eerste, wie kan daar nou tegen zijn? Ja, nou ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk het hele spelletje. Maar hoe moet dat tegengegaan worden? Dus messaging applicaties, die moeten aan de kant van de client, dus de gebruiker, moet er software geïmplementeerd worden die berichten en media, noem maar op, hè, dus alles wat jij verstuurt, die dat gaan controleren, nog voordat het encrypt wordt. Dus nog voordat het überhaupt jouw apparaat, Ursula had laatst over pre-bunking. Nou, dit is dus pre-bunking, dat iets al gecheckt wordt, nog voordat jij het überhaupt kunt uiten. Hè? Dus niet dat het daarna gecensureerd wordt, nee, nog daarvoor. Dus wat gebeurt er dan? Er gaat dan een AI van de Europese Unie, die gaat kijken van oké, nou deze foto, is dit mogelijk kinderporno? Of is het gewoon iemand die op het strand ligt? Of nou, je voelt hem al aankomen. Hè? Hoe sterk dat ding afgesteld gaat worden, gaat natuurlijk bepalen hoeveel er uiteindelijk tussenuit geplukt gaat worden. En alles wat er tussenuit geplukt wordt door die AI komt in een Europese databank terecht, waar vervolgens nog mensen ernaar moeten gaan kijken van oké, klopt het wel, is het wel goed. Dus
Ja, er is echt enorm veel kritiek opgekomen vanuit verschillende security privacy experts die allemaal zeggen van geen weldenkend mens kan hier voor zijn. En nu is er dus, ik geloof dat jij een tweet van Snowden wil laten zien. Of, nou ja, dat kunnen we doen. Ja, maar ik heb er allemaal dingetjes, ik wil aanhaken op wat je net zegt, maar ja. Hier is dan die tweet van Snowden van gisteren. Ja, want dit haakt hier eigenlijk op in. Dit is inderdaad gisteren, wij hebben hem ook gedeeld met onze nieuwsbrief. Maar wat hij hier zegt, en dat is wat wij ook in de podcast al besproken hadden 2 weken geleden, is dat upload moderation, hè? Dus wat er nu gezegd is oké, er was zo'n backlash tegen dat client-side scanning, hè? Dat krijgen we er niet doorheen. Weet je wat, we proberen een soort light versie er doorheen te krijgen waarbij alleen afbeeldingen gescand gaan worden. Nou goed, dat is natuurlijk gewoon alsnog een glijdende schaal. Want dan, als we dat accepteren, dan gaan ze het over een paar maanden gewoon nog een keer proberen. Of over een jaar. Of, en het levensgevaarlijke is dus dat je ook allerlei andere dingen op een gegeven moment er tegenaan kunt gaan houden. Dus als je dat eenmaal dat netwerk uitgerold hebt, dan kun je op een gegeven moment ook zeggen, oh, we gaan ook misschien terrorismebestrijding is hier ook wel handig voor. En of misschien wel anti-institutioneel extremisten. Hè? Misschien moeten we die toch ook maar gaan controleren. En dat soort vage terminologie. Dus ja, enorme glijdende schaal. Dus iedereen in die privacywereld is hierop tegen. En we hebben gezien in die coronatijd dat uitingen op inhoud werden gecensureerd. Ja. Ik interviewde huisarts Rob Elens, die enthousiast was over een zeker medicijn. En ik ga het woord hier niet gebruiken, want het komt op YouTube. En hij krijgt de uitspraak van zijn rechtszaak door op zijn telefoon terwijl ik hem zit te interviewen. En hij zegt, we hebben verloren. Maar het werkt gewoon. Het is die zin, het werkt gewoon, wat maakte dat interview is gewist door YouTube van mijn kanaal. Mijn kanaal wat daarna in december van 2020 in zijn geheel is gedeeld. Op kerstavond. Dus podcast is een kaars. En iemand van de afdeling censuur bij YouTube leek het nou leuk om, dus kerstavond deed hij het nog. Eerste kerstdag word ik wakker. YouTube kanaal weg. Laten we die podcast uitblazen met kerstmis. Leken ze leuk. Het interview was van 11 november. Dus een maand, anderhalf maand eerder. Ze hebben gewacht tot kerst om het uit te doen. Ja. En wat precies die woordjes, dat was het enige. Nee, dat was niet. Sorry, ik haal nu 2 dingen door elkaar. Die Rob Elens, dat was een interview wat gewist werd. Dat werd weggecensureerd. Dat hele kanaal weggooien was omdat ik advocaat Reinhard Fulmich had geïnterviewd. Ah, okay. En dat werd mijn grootste interview. Dat ding ging viraal. 250.000 kijkers. Zo. Ja. En nou is mijn hele podcast YouTube kanaal weg. Wat doe je dan ook op YouTube, Rico? Ja, daar hebben we het net over gehad. Iedereen zit daar. Ja. Wat je net schetst is, dat wou ik nog iets andere manier uitleggen. Kijk, ik kan niet encryptie. Mijn hoofd kan dat niet. Ik heb ogen, ik lees woorden, ik kan Nederlands en ik kan Engels. Ja. En een beetje programmeren, maar dat houdt niet over. Ja. Maar als ik dat hierdoor laat versleutelen in een soort virtuele tuinslang naar jouw telefoon. En daar wordt het ontsleuteld, dan kan jij het weer begrijpen en lezen. Hier tussen mij en het apparaat, dat is makkelijk afluisteren. Daar moet je zijn. Ja. Dus mensen die mij willen afluisteren, gaan echt niet die tunnel zitten hacken, want dat is hartstikke ingewikkeld. Ja, ja, ja. Je moet gewoon op dit apparaat zijn. Ja. Dat betekent wel dat je je software in dat apparaat moet krijgen om die informatie daaruit te krijgen. En wat die wetgeving nou probeert formeel te maken, is dat je verplicht wordt om die software hierop te draaien. Ja, ja. Laat ons maar meekijken met wat jij daarop doet. En als het dan illegaal is, kunnen we dat blokkeren. Ja, langs de weg van de messaging naar applicaties eigenlijk. Hè? Ja. Ja, maar dat risico, we kunnen er wel lacherig over doen, maar mijn werk was heel lang om veilige virtuele computersystemen te bouwen. Nou, je kan voordat dat systeem vrijgegeven wordt aan de gebruiker zeggen, even checken, zit dat erop? Zit dat erop? Dan mag die het doen. Met andere woorden, je krijgt gewoon geen dataverbinding meer of geen telefoonverbinding meer als die EU-app van Ursula von der Leyen er niet op staat. Ja. Dus ze kunnen iedereen van het gsm-netwerk kicken zonder die checks erop. Ja, ja, het is echt ongelooflijk. Dat is waar we naartoe gaan. Ja. Maar op deze telefoon krijgen ze die app niet. Dus dan kik me maar van gsm af. Deze telefoon vertrouwen. Nee, ja precies. Dus gewoon lekker niet installeren. Hè? Dus wij zitten er ook aan te denken. Waarschijnlijk gaat WhatsApp hier gewoon in mee zometeen. En als dat zo is, misschien dat we dan gewoon een weg bij WhatsApp dag organiseren. Waar we met z'n allen gewoon zeggen, hey, we stoppen ermee. En kijken of we misschien met alle alternatieve media een soort van netwerkeffect kunnen creëren. Hè? Waarbij, stel je voor dat 10% ermee stopt, 5% van de mensen.
dan kan dat toch behoorlijk effect hebben op... dus het werkt twee kanten op, die communicatie-effecten. Dus dat netwerkeffecten is dat ja, als mensen, een kleine groep mensen ermee stopt... Ja, heel veel mensen communiceren met die kleine groep mensen. Dus zo is dat. Dan worden die ook weer onder druk gezet. Dus, ja, ja, ik doe mee. Ja, trouwens, met WhatsApp stoppen is makkelijk... want ik ben van alle Facebook-diensten weggegaan een aantal jaar geleden. Heel goed. Ja, ik ook. Behalve WhatsApp dan, maar dat ga ik... dus binnenkort gaan we dat ook doen. Ja. Oké, okay, Wesley. Proprivacy.io kunnen mensen naartoe. Je zit op Twitter. Ja. Zei je, maar daar doe je niet zoveel mee. Wesley_90. Je hebt een podcast. Dat @proprivacy.io als mensen het willen intypen. Maar ze vinden je wel. En ik zal het linken onder dit gesprek. Ja, gewoon zoek op proprivacy podcast of proprivacy.io/podcast. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Nou, je kan hier heel lang over doorpraten over deze onderwerpen, maar ik heb geen idee hoe lang we bezig zijn. Oh, dat is wel interessant. Even kijken. Ja, 54 minuten. Ja, okay. Ja, dat zal dus wel... ik heb mijn hart goed kunnen lukken, zeker. Dankjewel dat je er was. Ja. Super veel succes met wat je doet. Dankjewel. Ja, kijk, wat jij doet, jij koopt een telefoon en je installeert een OS erop en de apps en je helpt mensen. Je houdt een handje vast en je legt ze uit en als ze het niet snappen, dan kunnen ze je bellen. Superkrachtig. Mensen kunnen het ook zelf. En de Graphene OS is niet de enige. Er zijn veel meer operating systems die je op je telefoon kan zetten. Nou, wij denken wel dat Graphene OS echt het beste is in de markt wat je kunt krijgen. Net als Snowden ook overigens. En dat is ook de reden dat wij echt alleen maar die Graphene OS toestellen verkopen. En dat heeft dan inderdaad ook daarmee gepaard dat je alleen maar pixels kunt verkopen. Wat kwalitatieve en daardoor wat duurdere toestellen zijn. Maar goed, ja. Dat dus. Dus wij verkopen echt alleen maar pixels, omdat we ons gecommitteerd hebben aan dit besturingssysteem. Een vriend van mij, die was hier pas geleden op bezoek en die heb ik het ook mee over. Hij zegt, maar dan wacht ik nog heel eventjes tot de Pixel 9 er is. Ja, dat duurt nog even. Wanneer is dat, weet je? Nou ja, trouwens, dat oktober wordt wel, is ja, die, dat wordt die verwacht. Ja. Maar gaat Graphene er dan meteen op draaien, denk je? Gaat heel snel, dat poorten. Ja, dat heeft Graphene wel redelijk uitgespeeld. Dat doen ze goed. Dankjewel, leuk dat Top. Je er was. Geen probleem. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Rustig, ligt niet. Normaal maken is wat niet is normaal. Every nation, blauwe lucht. In every region, now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.